Hoi allemaal en wat leuk jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Senne en vandaag heb ik voor jullie weer een pashokjesvlog. Ik heb er zelf heel veel zin in en ik hoop jullie ook. Ik ga weer shoppen in Eindhoven, mijn favoriete stad om lekker te shoppen. Het is lekker dichtbij en ze hebben hele leuke winkels. Het is echt een heerlijk weertje, dus we gaan lekker shoppen voor zomerse items. Dus heb jij er zin in, doe dan zeker even dat blauw duimpje omhoog en dan gaan we nu snel beginnen. Kijk, hier zijn echt van die basic topjes die ik bedoel, die ik dus ja, nu ga pakken en passen. Een aantal in ieder geval ervan. Omdat dit gewoon echt van die leuke topjes zijn voor vakantie. En het zijn ook echt super leuke kleurtjes. Dus ik denk dat ik wel voor roze ga. En hier heb je dus ook nog, tenminste dit model. Ook hele leuke kleurtjes. Die paars is ook echt leuk. En deze topjes kent natuurlijk iedereen. Ik heb hem in het zwart, maar ik vind het model niet echt heel erg leuk meer of zo. Ik weet niet. Ik vind dan zo'n ander topje leuker. Maar ze hebben wel hele leuke kleurtjes. En hier heb je deze topjes. Maar dit is best wel een dik stofje. Dus niet per se echt voor in een warm land of zo. Denk ik. En vooral omdat het dan zo dicht bij je oksels zit. Maar wel echt een superleuk kleurtje. En deze topjes blijven leuk. Dat zijn zeg maar die bandjes. Of dat zijn zeg maar die topjes met die bandjes die heel dun zijn. Maar ik vind niet dat ze nu een hele leuke kleur hebben. Of ja, heel speciaal. Ja, die roze op zich wel. Maar ik heb al de witte. Ja, zwart heb ik al genoeg. En rood is niet echt mijn kleur. Maar vind ik wel leuk. Dit is ook echt een heel leuk topje. Een hele leuke groene kleur. Hier nog een leuk shortje. Hoe mooi is dit rokje trouwens? Dit is de productcode. Maar als je hem wil, echt super mooi. Ze hebben ook echt allemaal deze kanten topjes, zeg maar. En ook verschillende kleuren. Ik zag hem net ook in het roze. Super leuk. Dit is ook weer de productcode, mocht je hem leuk vinden. Ik vind ze echt heel leuk, maar ik weet niet echt of het mijn stijl is. Dus ik laat ze hangen, maar ik vind ze wel heel mooi. En dit zijn ook van die topjes die ik bedoel, die basic topjes. Ik wilde eigenlijk die groene, maar die hangt hier niet tussen. Maar ik heb zelf die blauwe. En die vind ik echt heel leuk. Dus ik denk dat ik misschien ook de roze ga passen. Ik heb eigenlijk nog nooit iets roze aan, dus ik ben heel benieuwd hoe het me staat. Maar dit zijn dus echt van die basic topjes. Super leuk. Oké, ik ben in de allereerste winkel, namelijk de Zara. Ik hou van de Zara, net zoals heel Nederland volgens mij. Maar ik heb weer een aantal superleuke dingetjes. Voornamelijk heb ik nog gekeken voor de vakantie. Dus het zijn voornamelijk gewoon allemaal zomeritems. Ik heb een paar broekjes en verder alleen maar topjes. Dus laten we gaan passen. Kijk, je kunt het hier weer een beetje zien. Lekker veel kleur, dus daar ben ik helemaal blij mee. Ik heb het allereerste topje aan. Dat is namelijk dit topje. Het is zo'n gebreid topje. Ik vond dit gedeelte hier aan de onderkant echt super schattig. Dat is gewoon een beetje zo geborduurd. Dit is verder wel echt zeg maar gehaakt. Dus dat vond ik heel erg leuk. Alleen weet ik niet wat ik van dit detail vind, zeg maar. Het lijkt nu echt een cup. En dat vind ik bij mij niet zo mooi staan, denk ik. Omdat ik gewoon niet zo heel veel hier heb. Dus dat vind ik hier niet zo leuk. Maar verder is het wel echt een perfect topje voor in de zomer. Gewoon lekker met een rokje of een shortje eronder. Dus ja, het is wel een heel leuk topje, maar niet voor mij. Kijk, zo kun je hem nog een keertje beter zien. Aan de achterkant zit hij gewoon zo. De bandjes kun je wel niet verstellen, maar ze zijn voor mij in principe wel lang genoeg. Ik heb deze in ieder geval in een maatje XS en hij kost €22,95. En dit is de productcode, dus als je die invult op de Zara site, kom je bij dit item. Oké, het idee van deze top was leuk, maar de uitvoering bij mij staat gewoon niet. Je ziet heel veel buik, dus daar hou ik niet ja, heel veel van. In de zomer kan het wel, maar hij is super gekropt. En dan heb je zeg maar die touwtjes die trekken dit aan, maar je ziet gewoon heel je BH. Dus eigenlijk moet je deze top zonder BH dragen en daar ben ik eigenlijk niet zo van. En verder die kleur en de neckline. Hoge dingen staan daar gewoon niet of zo heb ik het idee. Nee, dit doet me heel erg denken aan de winter. De kleur vind ik ook gewoon niet zo heel leuk. Dus ik denk dat die andere top ook niet leuk is. Ik heb deze top namelijk ook nog in een witte crème kleur. Dus ik denk niet dat dit hem wordt. Nee, ik vind dit niet zo heel erg leuk helaas. Ik vind dat deze top wel een beetje klein valt. Dus ik heb daarom ook een maatje groter genomen. Dit is een maatje S. En hij kost €17,95. Ik heb dezelfde top die ik net ook aan had in het roze nu aan in het wit. En deze vind ik eigenlijk echt al een stuk leuker. Ik denk gewoon dat roze niet echt mijn kleur is. Dus wit is echt veel leuker. Maar hij valt dus gewoon
precies hetzelfde. Je kunt hem hier weer aantrekken en strikken. En dan heb je dus hier wel een open gat. Verder heeft de top echt een ribstofje. Hij zit hieronder wel een beetje lossig. Dus misschien had ik toch wel een maatje kleiner moeten nemen. Ik weet het niet. Misschien is het ook wel zeg maar het model. Aan de achterkant zit hij zo. Ja, het is een leuke top, een leuk idee. Ik vind het bij mij gewoon alleen niet zo heel erg leuk staan. Deze heb ik ook in een maatje S en kost dus ook €17,95. Dan heb ik nu alweer het laatste topje aan. Daarna heb ik nog de twee broekjes. Dit is dus het roze topje. En zoals ik net al zei, ik weet niet wat ik van roze bij mezelf vind. Ik voel me gelijk zo'n Barbie-pop of zo. Ik weet niet. Roze is niet echt mijn kleur. Ik vind het topje wel heel leuk. Het liefste wilde ik deze in het groen, maar die hadden ze niet. Ik heb de blauwe wel al. En zwart en wit vind ik weer zo basic, dus dat heb ik niet nodig. Ik wilde echt wat meer kleur, maar... Ja, ik weet niet. Ik vind roze niet echt heel leuk bij mij. Het is ook weer gewoon een keer wat anders dan alleen maar wit en zwart. En ja, maar dan weet ik niet of ik dit veel ga dragen. Dit zijn echt de basicste en volgens mij ook de goedkoopste topjes die ze bij Zara verkopen. Maar wel echt de fijnste en leukste topjes vind ik zelf. Ze zijn gewoon perfect qua lengte, zeg maar. En ja, ze zitten gewoon heel chill. Dus dit is een twijfelgeval. Ik heb het volgende item aan, namelijk dit broekje. Superleuk broekje, alleen zit deze echt te strak. De vorige keer had ik ook broekjes gepast in de 34. En die zaten wel goed. Maar deze zit echt te strak, dus deze ga ik niet doen. Ik ben nog steeds aan het twijfelen over het topje. Maar het broekje ga ik niet doen in ieder geval. En het blauwe shortje kost €25,95. En heb ik ook in een maatje 34. En als laatste heb ik dit spijkerbroek. Ja, je kunt het niet heel goed zien, maar het is een donkere denim stof. Super leuk. Hij heeft zeg maar dit hier opgerold. Dat vind ik heel leuk bij korte broekjes. Verder zit hij eigenlijk echt perfect. Dus ik ben ook weer heel erg aan het twijfelen. Sowieso of ik dit hele outfitje door mijn oor. Maar of ik dit outfitje mee moet nemen, ja of nee. Aan de ene kant denk ik nee, want ik weet niet of ik dit ga dragen. Maar aan de andere kant denk ik ja, doe het. Maar ja... Het is eigenlijk gewoon een heel simpel broekje, maar hij zit wel echt heel lekker. Dit broek heb ik in een maatje 34 en kost €25,95. Oké, ik ben in de tweede winkel, namelijk de Mango. En ik koop dus echt nooit iets bij de Mango. Maar ik heb zo'n mega leuke dingen gevonden. Ik heb 6 items in totaal, dus ook best wel veel. Hoe mega leuk zijn deze kleurtjes en printjes. Vooral ook dit topje. Zo mooi. Dus we gaan het passen. Oké, ik heb het eerste topje aan. Alleen deze vind ik een beetje tegenval. Ik had hem net iets anders verwacht qua pasvorm. Je kunt zien, de onderkant zit best wel los. En ik had echt verwacht dat dat ook gewoon zeg maar zo... strak zat, maar dat is helaas niet. Verder vind ik hem wel heel leuk. Hij heeft dus hier ook van die steentjes, kraaltjes die een beetje glitteren. En hier ook een beetje een randje met geborduurd. En ik vind hem wel echt heel leuk. Leuke dunne bandjes ook. Ik zou dit sowieso ook zonder BH-bandjes dragen, maar ja, het was echt een superleuk idee. Maar ik vind het gewoon jammer dat het hieronder heel los zit, want kijk, je ziet het zo aan de zijkant. Het hangt zeg maar een beetje open. En dat vind ik echt heel jammer. Anders had ik hem sowieso meegenomen, want dan vind ik hem wel leuk. Ik vind het namelijk echt een superleuk idee. En ja, het design vind ik ook gewoon heel leuk. Maar helaas, de vorm zit iets minder. Dit topje heb ik in een maatje XS en kost €25,99. Oké, deze had ik ook weer iets anders verwacht. Ik vind dit hier veel te heftig. En dan ook met dit. Dit vind ik gewoon heel erg ouderwets of zo. Ik weet niet, het is gewoon niet echt... heel erg. Nee, dit vind ik echt heel lelijk eigenlijk bij mij. Dus nee, dit topje vind ik echt helemaal niks. Hij zit zo wel in ieder geval. En achter zit hij zo. Maar ik vind dit veel te heftig. En dan vooral ook in combinatie met dit. Als dit zeg maar ook dit stofje was, dan viel het wel heel erg mee. Maar nu vind ik het heel oudbollig. Dus nee, deze ga ik zeker ook niet nemen. Dit topje heb ik in een maatje XS en kost €29,99. Dit topje vind ik helaas ook een beetje tegenvallen. Ik vind het model ook wel leuk. Alleen staat het hier weer zo open. En dat vind ik ook niet zo leuk. Want als je onder staat, kunnen we gewoon zo in kijken. Dus dat is wel heel jammer. Deze heeft een super mooie rug. Kijk hoe mega mooi is deze rug. Ik zou deze daarom ook sowieso zonder BH-bandjes dragen. Eigenlijk natuurlijk een soort met een plak BH of zo. Maar hoe mooi. Echt prachtig. Verder heeft hij sowieso ook een soort structuurtje. Dus dat vind ik heel leuk. Maar het is gewoon echt jammer dat hij weer zo open staat. Want verder is het weer echt een super leuk topje. Dus... echt jammer. Dit topje heb ik in een maatje XS en kost €25,99. Dan heb ik nu het rokje aan. Deze vind ik wel echt het leukste wat ik tot nu toe heb gepast. Hij zit achter ook gewoon heel mooi. Alleen weet ik gewoon niet of ik dit veel ga dragen. Hij kost €30, dus in principe ook niet heel erg veel. Maar ik heb het niet per se nodig. En ik weet ook niet of ik dit bijvoorbeeld op vakantie mee zou nemen. Het is wel leuk, maar ik heb ook al een jurkje van Lovies met stipjes. Precies eigenlijk een soort van dit idee.
Dus ik weet niet of dit dan een beetje allemaal too much wordt. Te veel van hetzelfde, zeg maar. Dus mocht jij hem wel heel leuk vinden, dan zou ik snel naar de Mango gaan. Want ja, hij is eigenlijk wel echt heel erg mooi. Dus dat is die. Het rokje heb ik in een maatje XS en kost €29,99. Oké, ik heb het rokje aan. Ik vond het een heel leuk idee. Vooral ook de kleuren en zo vond ik heel leuk. Maar hij loopt hier achter of hieronder weer zo wijd uit of zo. En aan de achterkant steekt hij ook een beetje uit. Maar ik vind het printje wel echt super leuk. En ik ga hem dus nu even aantrekken in combinatie met dit blauwe topje. Oké, dit vind ik eigenlijk ook niks. Het lijkt meer een beetje, ik krijg meer het idee hiervan van een sport-BH. Omdat het zeg maar ook een beetje zo'n vorm heeft. En aan de achterkant zit het ook gekruist. Ik laat het dadelijk wel even beter zien. Maar deze ga ik dus ook niet doen. Het lijkt echt een beetje een sport-BH of zo, heb ik het idee. En dit is de rok. Ja, die is echt veel te groot. Dus dit gaat hem sowieso ook niet worden. Ook gewoon aan de achterkant hier. Je ziet gewoon hier vloekt het of hier trekt het allemaal een beetje. Dus helaas, het wordt hem allemaal niet. Het rokje heb ik in de maatje XS en kost €39,99. En het blauwe topje heb ik ook in de maatje XS en kost €19,99. Het is alweer een paar dagen geleden dat ik de passenkoesshop nog heb gefilmd in de stad. Helaas viel het me heel erg tegen. Ik had echt gehoopt om nog leuke dingetjes te vinden voor de vakantie. Maar helaas in de stad kon ik niet heel veel vinden. Dus dat viel een beetje tegen. Maar ik heb wel echt nog een mega leuk pakketje binnengekregen van de Zara. Die ik nog eventjes aan jullie wilde laten zien. Ja, ik ben verkouden. Ik heb echt super veel last van hooikoorts. Vandaar dat mijn neus heel erg rood is en een beetje velletjes heeft van al het snotteren eigenlijk. En vandaar dat ik een beetje verkouden klink. Maar dat is het dus. Laten we maar gaan beginnen. Ik ga beginnen met het allereerste broekje. Dat is namelijk deze superleuke skort. Het lijkt van de voorkant dus weer op een rokje. Maar het is dus een broekje. Hij heeft zeg maar zo'n overslag. Ik vind deze broekjes echt geweldig. Aan de achterkant zie je wel weer dat het echt een short is. Hij heeft ook nepzakken. Deze zit echt perfect. Dus deze ga ik ook houden en deze ga ik ook meenemen op vakantie. Deze is echt geweldig. Ik denk ook dat dit wel mijn favoriete item is van deze shopblog. Ik heb deze in ieder geval in een maatje XS en hij kost €25,95. Ik heb natuurlijk twee spijkershortjes gepast bij de Zara, maar die vond ik net niet ofzo. Dus ik heb ze maar besteld en ik heb als eerste deze besteld. Deze is echt perfect. Zit super mooi en deze gaat dus ook mee op vakantie. Ik heb er eindelijk één gevonden dus. Het is wel al eentje die ik volgens mij ook gewoon gepast heb in de winkel, maar ik heb hem nu gewoon besteld. Het is dus een denim shortje en aan de onderkant zit hij zo omgeslagen. En dit is hem aan de achterkant. Deze zit echt perfect, dus deze ga ik ook zeker houden en meenemen. Deze heb ik in een maatje 34 en kost ook €25,95. Dan heb ik dus nog twee shortjes besteld. Op de site heet deze volgens mij straight short. Dus het is zeg maar een straight model. Deze vind ik ook heel leuk. Maar ik mag er van mezelf maar één houden. En dan vind ik die andere wel echt veel leuker. Ik vind de wasting en de kleur van deze short wel echt super mooi. Echt de perfecte kleur. Ja, denim vind ik. Dus ja, wel heel jammer. Maar ik vind die andere toch net wat leuker. Deze heb ik ook in de maatje 34 en kost €25,95. En het laatste shortje wat ik had besteld was deze witte. Ik dacht, ik probeer het eens een keer wit. Maar deze zit echt helemaal niet mooi. Hier hangt het ook echt al helemaal. En ik vind dit gewoon te too much, zeg maar. Ik vind het niet zo mooi. Ik vind een wit shortje wel heel leuk, maar dit is hem gewoon niet. Dus deze gaat terug. Deze heb ik ook in een maatje 34 en kost €25,95. En als laatste wilde ik voor de vakantie heel graag nog een linnen blouse. Dus ik ben uiteindelijk voor deze gegaan. Deze vond ik op de site het leukste eruit zien. Hij is echt lekker lang, dus deze kun je ook gewoon lekker over je bikini aan op het strand. Hij schijnt wel een beetje door, maar dat komt natuurlijk ook omdat het een witte blouse is. Verder gewoon heel basic, gewoon een blouse. Deze wilde ik ook nog heel graag hebben, al ben ik hier wel over aan het twijfelen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik weet het nog niet zeker, maar ik moet dadelijk al mijn koffer gaan inpakken. Dus ik moet mijn keuze zo maken. Maar ja, in ieder geval deze. Deze heb ik in een maatje XS en kost €29,95. Dat was dan alles van het pakketje van de Zara. Bij deze ga ik ook de video afsluiten. Ik hoop dat jullie de video toch leuk vonden. Ondanks dat ik eigenlijk in de stad niks heb kunnen scoren. Wat ik zelf dus ook heel jammer vind. Het was hem gewoon allemaal net niet, dus dat is wel heel erg jammer. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet dan niet zeker even dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je ook zeker niet te abonneren. Dat kan hieronder op mijn kanaal. Zo blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn nieuwe shopvlogs, vlogs. De vakantievlogs komen er ook aan. Dus stay tuned voor die video's. En ja, dan zie ik jou hopelijk weer in mijn volgende video. Doei!